Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. In deze video wil ik je laten zien hoe je de bullfinch deken maakt. Dus deze deken hier. Dit is een deken gemaakt van een hele grote whirl. En ik krijg hem eigenlijk ook niet meer fatsoenlijk voor de camera. Maar je ziet hier dus ook een beetje al reeds hier een kleur verloopt. Dus hier, en dus hier komt de volgende kleur en de volgende kleur. Nou, en dit allemaal, al deze vierkantjes zijn aan elkaar in een kleurverloop. En dan uiteindelijk is er een mooie rand omheen gemaakt. Nou, ik ga je dus niet, ik ga je laten zien hoe je deze deken maakt. Maar ik ga dus niet deze oorspronkelijke kleur gebruiken. Want dat is ook gewoon te groot en te veel voor de camera. In plaats daarvan ga ik een kleine voorbeeldtekentje gebruiken. Om je te laten zien hoe je de grote deken maakt. Ik ga je laten zien hoe je de bullfinch deken maakt aan de hand van deze kleine sample deken, dit kleine stukje hier. Dit is dus heel bewust heb ik hier verschillende kleuren garen voor de verschillende vierkanten gebruikt. Zodat je echt kunt zien waar ik insteek, waar ik steken plaats, gewoon hoe het allemaal een beetje aan elkaar zit. Dus dit is een bewuste keuze, dus dit is natuurlijk niet hoe jouw deken eruit komt te zien. Maar laten we gewoon lekker met het eerste vierkantje beginnen, deze hier. En dan gaan we ze gewoon stelselmatig doorheen. Rij 1 van het eerste vierkantje. Ik ga even een opzetlus maken en die op mijn naald zetten. En nu gaan we beginnen met een aantal lossen, dat gewoon de basisketting is voor onze eerste vierkantje. En we gaan er 52 maken. Dus 1, 2, 3. En zo ga ik even door tot ik 52 lossen heb. En het zijn er ook best wel wat. Dus ook, zorg ook dat je goed blijft tellen. Want als je hier al verkeerd aantal hebt, dan wordt je vierkantje een beetje scheef. Dus ik ga even rustig door. Dat ga ik ook doen. Tot je 52 lossen hebt. Dus ik ga nog even door en maak er 52. Ik heb nu een ketting van 52 lossen, dus best wel een heel stuk. En nu gaan we vaste haken. We beginnen bij de tweede lossen en dan haken we er 24. Nou, de eerste lossen sla je over, dus die sla je over en kom je naar de tweede lossen. Dus de eerste lossen is puur om te keren. Die sla je over, kom je naar de tweede. Die haak je een vaste in. Dus dat is het eerste. En dan kom je naar de volgende. En dit is nummer 2. Gelijk mijn haaknaald eraf 2. En dit is nummer 3. Het is allemaal nog een beetje klein en een beetje wat gepiel. Maar als het straks allemaal wat groter is en je wat verder bent met de deken, dan wordt dat echt beter. Dus die eerste is gewoon altijd het meeste prikkel. Ga zo door tot je 24 vaste hebt gehaakt. Zo. Ik heb nu 24 vaste gehaakt. Ja, 24 in totaal. Nu over de volgende drie lossen, die volgende drie, gaan we drie vaste samen haken. Dus dat betekent in de volgende losse opening. Of gewoon de volgende losse eigenlijk. In lus ophalen. Kom je naar de volgende, dus de tweede. Ook weer daarin een lus ophalen. En ook bij de derde insteken en een lus ophalen. Je hebt nu vier lussen op je naald. Allemaal in één keer af. Als het goed is, ga nog eerst even deze steek markeren. Het is even belangrijk dat deze drie samengehaakte steek, voor elke rij ga je die markeren. Dus het maakt het leven zoveel makkelijker als je precies weet waar die zit. Dus die drie samengehaakt, stop daar even een markeerdertje in. Dan heb je nu, als het goed is, nog 24 lossen over. Daar ga je op elke losse een vaste haken. Dus 24 vaste. En nu ook even opletten. Je zou per ongeluk in deze opening hier kunnen gaan haken. Maar dat is dus deel van de drie samengehaakte steek. Die was daarin. Dus je moet echt naar de volgende komen. Hier gaat de eerste vaste. Dus dat is dan weer 1. En
En de volgende is 2. En dan ga je zo door tot op het einde. En dan heb je, als het goed is, er precies 24. Dan zie ik je weer even terug voor de laatste steek. Dus ga nu even door. En dan haak 24 vaste. Ik heb nu 23 vaste gehaakt. Nog even eentje over. Hier op die laatste losse net voor de opzetlus. En vaste. Zo. Net voor het laatste knoopje daar. Nou, nu heb je er, als het goed is, heb je er 24. Dan heb je de 3 samengehaakte steken. En dan heb je weer 24 vaste. Nou, voordat we verder gaan, wil ik even deze kant markeren als de voorkant van mijn werk. Dus ik pak even een steekmarkeerder en dit is een beetje gepiel, maar want het is nog klein. Maar de kant dat nu naar je toe is, dit is de goede kant. Dus ik ga hier even een markeerder inzetten. Dat doe ik even heel voorzichtig. Ik gewoon even zo de voorkant meepak. Dat ik gewoon weet dat dit de goede kant is, want later weet je het echt niet meer. Het is deze kant versus die andere kant, dat is dus de achterkant. Ik markeer deze kant dus even. En nu kan ik keren. Dus keer nu je werk. Dan heb je de achterkant naar je toe voor rij 2. In rij 2, je hebt nu de achterkant naar je toe. We beginnen met 1 losse. En dit is gewoon om te keren. We gaan in de achterste lus van deze steken. Dus in de achterste lus gaan we vaste haken. De keerlossen die slaan we over, die telt voor niks. Dus die slaan we over. Dan kom je naar de eerste echte steek. Dus hier deze. En de achterste lus een vaste. Dus alleen door de achterste lus. En zo ga je dat op elke steek doen. Dus je moet je werk een beetje naar voren kantelen, dat je echt die achterste lus kunt zien. En dan daar een vaste ophaken. Weer alleen de achterste lus. En zo ga je door totdat je 1 steek over hebt voor die gemarkeerde 3 samengehaakte steek. Daarom hebben we ook die steek gemarkeerd. Want nu kun je gewoon lekker doorgaan. En dan hoef je niet bang te zijn dat je per ongeluk dat steekje gaat missen. Dus op de achterste lus van elke steek een vaste. Zo, dus nu heb ik er al een paar gedaan. Dan krijg je hier dat mooie richeltje hier aan de voorkant. Ja, dit is natuurlijk de achterkant van je werk, maar die krijg je dan. En zo ga je dus door tot je hier bent. En dan zie ik je terug als je nog een paar steekjes over hebt. Ik ben bijna bij de gemarkeerde steek hier. Je ziet, ik heb nog 2 steken over en dan ben ik bij de gemarkeerde steek. Dus hier op de volgende steek moet je nog 1 vaste in de achterste lus haken. Daar. Zo. En nu heb ik 1 steek over. Dan heb ik de gemarkeerde steek. En natuurlijk dan weer alle steken daarna. Nou, we gaan nu weer 3 vaste samen haken over de volgende 3 steken. Nou, dat is even makkelijker als ik deze markeerder weghaal. Want we gaan hem dadelijk weer terugzetten. In de achterste lus van de volgende 3 steken gaan we 3 vaste samen haken. Dus in de volgende steek, de achterste lus, haal een lus op. Dan de volgende steek ook. En dit is dan de samengehaakte steek van de vorige rij. En de volgende steek ook weer. Dan heb je 4 lussen. Op je naald, die gaan er allemaal 1 keer af. Deze samengehaakte steek, die krijgt weer een markeerder. Want we gaan deze rij 2, wat we nu aan het maken zijn, ga je heel vaak herhalen. En dan is het gewoon makkelijk als daar een markeerder zit. Nu ga je door tot op het einde van deze rij en haak je een vaste op elke steek in de achterste lus. Even opletten. Hier zit dus al een beentje in
van die samengehaakte steek. Dus je moet naar de volgende komen. Dit is jouw eerste volgende steek. Daar gaat een vaste in de achterste lus. En zo ga je nu door tot je overal één vaste op hebt. Dus helemaal tot op het einde van de rij. Dan zie ik je even terug voor de laatste, pak een beetje twee steken, één of twee steken. Dus ga even door en vaste op de achterste lus van alle steken. Bijna op het einde, ik heb nog twee steken over. Daar zit nog een steek en hier zit nog een steek en is daar de keer lossen. Het is vooral belangrijk om deze laatste steek, dat je die ook meepakt. Zie je, één vaste en op de laatste steek ook nog een vaste in de achterste lus. Zo. Dan ben je klaar met rij 2 en kun je keren voor rij 3. Dit is hoe je werk er nu uitziet. Gewoon piepklein. Maar je hebt nog maar 2 rijen. Maar je gaat nu rij 2, die ga je herhalen totdat je er 24 rijen hebt gehaakt. Dus je gaat op de achterste lus van al die vaste een vaste haken. Dan als je hier op de hoek haak je weer 3 vaste samen tot daar en dan een vaste op elke steek in de achterste lus. En dat ga je dus doen totdat je 24 rijen hebt. Ik laat je rij 3 even heel snel nog een keer zien, maar het is tot nu toe ga je gewoon blijven herhalen. Herhaal alles van rij 2 totdat je 24 rijen hebt. Dus even snel een herhaling. 1 lossen om te keren. Komt naar de eerste steek, dus die losse die sla je natuurlijk over. Komt naar de eerste steek en de achterste lus een vaste. En zo ga je door op de achterste lus een vaste. Totdat, zo, achterste lus, totdat je 1 steek over hebt voor de gemarkeerde steek. Dus ga nog even door. Vaste in de achterste lus. En de laatste. Vaste. Zo. Nu is er 1 steek over en dan is het de gemarkeerde steek. Nou, daar haal ik even die markeerder weg, dat is makkelijker. Over de volgende 3 steken in de achterste lus 3 vaste samenhaken. Dus dat is 1, 2, 3. En dan weer alle 3 in 1 keer eraf. Plaats een steekmarkeerder in die 3 samengehaakte steek. Zo. En nu weer een vaste op elke steek. Achterste lus tot het einde. En langzaam maar zeker krijg je net wat meer stof en dan houdt het allemaal net wat makkelijker vast. De eerste paar rijen zijn altijd het meeste gepriegel. Zo. En nog 2 steken. Let even eigenlijk hier goed op. Je ziet hier zit duidelijk nog een steek. Maar hier, dit is jouw keerlosse, dat kleine bobbeltje daar. En daaronder zit dus nog een steek. En ja, die moet je ook meepakken. Dus deze is echt heel makkelijk om te missen. Dus deze steek, natuurlijk, die zie je. Dat is op de achterste lus. En nu zit hier dan dus nog eentje, daar binnenin. Die moet je eigenlijk een beetje uitgraven. Zo, daar zit nog een steek. Dat is op die achterste lus. Dus die laatste steek, wees daar echt alert op dat je die ook meepakt. Nou, dat was rij 3. Nou, dit ga je dus nu gewoon blijven herhalen. Rij 2 blijf je dus herhalen tot je 24 rijen hebt. En dan zie ik je weer terug. Wanneer je 24 rijen hebt gehaakt, ziet je werk er zo uit. Die allemaal van die mooie, ja, die mooie regeltjes zitten. Je hebt hierboven heb je nog 3 steken over. Die gaan we zo haken in rij 25. Maar voor nu ziet je werk er zo uit. En je zult ook merken dat hij echt opkrult en fout. En dit is normaal. Het komt ook gewoon door die lijn hier in het midden. Dan fout hij een beetje in op zichzelf. Maar als we het later opspannen, dan komt het allemaal goed. Maar voor nu gaan we even hier naar boven en gaan we nog 3 steken haken.
25. Je hebt nu de goede kant naar je toe. Je ziet hier zitten markeerder. Goede kant naar je toe. En nu gaan we over die laatste drie steken die hier nog over zijn, gaan we het weer een vaste samen haken. Ik heb hier in de middelste steek was een markeerder, die heb ik eruit gehaald. Dat is gewoon makkelijker. Dat is het één losse. En over deze drie steken, dus hier over de achterste lus, dus weer in de eerste een lus ophalen. En de tweede een lus ophalen. En op de derde steek, en die ook weer een beetje zoeken, zo, de derde steek. En nu omslaan en ze er weer allemaal in één keer afhalen. Oeps, zo. In één keer afhalen. Dan nog één losse. En dit is eigenlijk om alles een beetje vast te zetten. Je kunt nu je draad afknippen. Dus dan heb ik hier al reeds gedaan. Dus kun je hem afknippen. En dan kun je deze draad uithalen of doortrekken. En die losse hier, dat help je even om een knoopje te maken. Dus trek die ook even een beetje aan. Zodat deze hoek hier goed vast zit. Zo. En dan is je eerste vierkantje klaar. Voor vierkantje nummer 2 gaan we uit de goede kant naar je toe. Dus hier is de steekmarkeer, dus je hebt de goede kant naar je toe. Gaan we hier langs deze zijkant werken. Dus we beginnen hier boven in die drie samengehaakte steek. Daar gaan we beginnen. Dan gaan we hier langs de zijkant naar beneden komen. En dan gaan we hier zo hieronder gaan we een nieuwe stel lossen maken om voor een nieuw beginnetje. Dus ik ga inzoomen, want dit doe ik even voor jou dat je kunt zien van hoe en wat. Daar in de hoek, daar gaan we beginnen. Dus voor de nulde rij, de eerste rij, net hoe je ernaar kijkt, maar rij 0. We gaan hier vaste haken. Ik heb opzetlus op mijn naald. Ik heb hier een andere kleur om jou beter te kunnen laten zien hoe ik de steken haak. Maar je gaat in principe gewoon verder met de whorl waar je gebleven bent. Nou, met een lus op je naald gaan we hier beginnen in die drie samengehaakte steek. En ik bedoel echt in de steek. In de zin van dat we er echt in gaan prikken. Dus hier is die drie samengehaakte steek. En het makkelijkste is als je gewoon echt je haaknaald hier gewoon midden in steekt. Nou, komt niet heel nauw precies waar. Gewoon ergens daarbinnen. Lus ophalen. En dan haak je een vaste. Dus dit is je eerste vaste, dus een staande vaste. En nu moeten we dan 24 bijhaken. We willen 25 vaste langs deze zijkant hier zo hebben. Dus overal gewoon evenredig gespasseerd. Nou, het komt niet heel nauw waar ze zitten. Maar dus eigenlijk gewoon een beetje, als je aanhoudt, gewoon twee per rij. Dan kom je al een heel eind. Met de uitzondering van, ja, hier op de hoeken moet je even een beetje beter opletten. Maar ongeveer twee per rij en de rest een beetje links en eentje links, eentje rechts. Komt allemaal niet zo nauw. Nou, ik heb er nu hier één. Dan ga ik ervoor kiezen, en dit is echt een keus, om hier eentje te maken. Maar dat had net zo goed ergens anders kunnen zitten. Dus dat is 2. Dan komt hier de derde. En dit is 4, 5. Dan zeg ik, je wilt er 25 hebben. En hier is 6 en 7. En sommige zetten heb ik dus echt in de rij gezet. Zoals deze hier, die zet ik echt heel duidelijk in een rij. En deze hier, die gaat eigenlijk een beetje zo om een keer lossen heen. En dat is allemaal prima. Je mag er ook 2 in een rij zetten en dan die keer lossen overslaan. Ook dat is prima. Het gaat er gewoon om dat je er 25 hebt. En dat ze een beetje evenredig verdeeld zijn. En je gaat dit best wel vaak doen, die 25 steken opzetten. Dus geef jezelf ook gewoon de vrijheid om, zeg van, nou, weet je, wat werkt lekker voor jou? Hoe wil je ze plaatsen? Nu langzaam maar zeker richting het einde komen. En ik ben natuurlijk al lang de tel kwijt. Ik ben gewoon even lekker aan het doorhaken. Maar op een gegeven moment, het is wel echt belangrijk dat je er hier 25 hebt. Want als je er hier al te veel of te weinig hebt, ja, dan kom je straks in de knoop. Dan is je vierkantje een beetje scheef. Nou, ik haak nog eentje hier.
Nu wil ik even tellen. Dus nu wil ik even tellen hoeveel er ik heb. En dan weet ik hoeveel ik er nog bij moet doen. Nou, die staande vaste, die telt natuurlijk ook mee. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23. Okay. Ik heb 23 vaste hier zitten. Even terughalen. Ik moet er nog twee bij. Dus ik ga er eentje nog hier tussen proppen. En dan ga ik eentje hier op het einde. En die ga ik dus eigenlijk hier in de losse zetten. Dat was de losse ketting hier waar we mee begonnen zijn. Daar zet ik er ook gewoon nog eentje. Zo. Nu heb ik er 25 zo op deze zijkant. Dat is het belangrijke. Een beetje evenredig verdeeld. Nou, dat was de eerste zijkant. Nu moeten we nog een tweede zijkant maken. En dat beginnen we gewoon met lossen. Je gaat 26 lossen haken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 5 en 26. Zo, 26 lossen. En deze rij vaste hier. Dat is de basis. En nu kunnen we weer verder met rij 1, waar we weer echt het patroontje gaan haken. Rij 1. We gaan nu eigenlijk weer in die lossen haken. En dan gaan we weer vaste in maken. Eigenlijk dit hele deken is vaste, van begin tot eind zowat. We slaan die eerste steek over. Kom je naar de tweede losse en daar gaat een vaste in. En dit is de eerste van 24. Dat is 1, dan kom je naar de volgende losse. 2, weer een losse, dit is 3. En ga zo door tot je 24 losse hebt geraakt. En dan ben je zowat bij de hoek aangekomen. 24 vaste, 1. In elke losse. Ik ga nog even door en dan zie ik je zo terug. Ik heb nu 24 vaste gehaakt hier. Dat zijn die 24. En als het goed is, heb je nog 1 losse over. Daar zit 1 losse. En dan beginnen weer die rij met vaste waarmee we begonnen zijn. Over deze 3 steken, dus de eerste dus die laatste losse moet ik zeggen. En de eerste 2 vaste, dus over de volgende 3 steken, gaan we 3 vaste samen haken. Dus dat betekent in die losse hier halen we een lus op. Even goed insteken. Dus dat is 1. En dan in de eerste 2 vaste ga je op de achterste lus een beentje ophalen. Een lus ophalen, dus dat is 1. En hier nog eentje. Zo. Dan heb je weer 4 lussen op je naald. Die gaan er allemaal in 1 keer af. Deze samengehaakte steek, zet daar weer een markeerder in. Zodat je makkelijk kunt terugvinden in de volgende rij. Je hebt nu 24 vaste hierover. Op elke vaste in de achterste lus een vaste. Tot op het einde. Dus dit is de eerste. Dus het zijn er 24. Dus haak gewoon lekker rustig door. 1 op elke steek. Ik heb er nu 3. Dus dit nummer 4. Dan ga je zo door. Dan zie ik je even terug. Gewoon om jou de laatste te laten zien. Maar dat heb je misschien niet eens nodig. Dus even doorhaken, de achterste lus en vast op elke steek. Nou, ik ben er bijna. Ik heb nog 2 steken over. Dus op die laatste 2 steken. Hier nog een vaste op de achterste lus. En hier nog eentje. Zo. Dan heb ik hier deze hele rij. Even mijn haakmaat laten zitten. Hier deze hele rij gedaan. En hier heb je nu die basis eigenlijk. Dus keer je werk voor rij 2. En
rij 2, nou deze rij is eigenlijk precies hetzelfde als rij 2 voor de eerste vierkant. En het verschil is nu, je hebt nu de goede kant naar je toe in plaats van de achterkant. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Ik ga hem dus even snel laten zien. Dus één losse. Dat is dus weer om te keren. En dan in de achterste lus van de vaste ga je een vaste haken. Nou, die keerlossen sla je natuurlijk over. En dan hier weer in de eerste steek hier in de achterste lus een vaste. En haak op elke steek een vaste tot er één steek over is voor die gemarkeerde drie samengehaakte steek. Dus op de achterste lus een vaste op elke steek. Zo. En dan zie ik je zo weer terug. Ik heb al die vaste gehaakt, de achterste lus. En daar is nu één steek over en dan is het die gemarkeerde steek. Ik haal even de markeerder weg, want dat is makkelijker. Nu gaan we over de volgende drie steken in de achterste lus een vaste samenhaken. Dus hier de eerste, de achterste lus, een lus ophalen. De tweede, door de achterste lus een lus ophalen. En de derde, door de achterste lus een lus ophalen. Vier lussen op je naald, die gaan dan weer in één keer af. Plaats de markeerder terug. Zo. En nu gaan we weer over al deze vasten op de achterste lus een vaste haken tot het einde. En dat moet dan natuurlijk evenveel zijn als aan het begin van deze rij. Dus je gaat nu gewoon weer rustig doorhaken. Een vaste op de achterste lus van elke steek. En dan zie ik je zo even terug. Dus we gaan nu even hier door en dan zie ik je zo gewoon weer even hier op het einde. Ik heb het hier een hele trits gedaan. Ik heb nog twee steken over hier op het einde. En wees ook zeker dat die laatste twee, dat die niet verstopt zitten, weet je, onder de keerlossen. Dus ook blijven opletten dat je niet per ongeluk eentje mist. Gewoon omdat die achter zo'n keerlossen zit. En dit is dan hier de laatste. Zo. Dat was hem voor deze rij, keer voor rij 3. Zo ziet je werk er nu uit. Ik heb hem even gewoon uitgezoomd. Met de goede kant naar je toe. En dan zie je, hier is nu het vierkantje waar we net mee bezig waren. Je gaat nu voor rij 3, 4, 5, je gaat eigenlijk deze hoek hier invullen. Dus je gaat nu rij 2 die je net hebt gehaakt, ga je weer herhalen en weer en weer en weer. En zo ga je weer deze drie of deze vierkant hier invullen eigenlijk. Dus het is eigenlijk precies hetzelfde als vierkant 1. Met het verschil is, bij vierkant 1 heb je een extra rij vanwege die opzetten lussen. Dus daarom is het net iets anders. Maar in principe is het patroon, het manier van werken wel hetzelfde. Dus herhaal rij 2 en dan zie ik je weer terug bij rij 25 voor de laatste rij. Wanneer je 24 rijen hebt gehaakt, ziet je werk er zo uit. Dus je hebt deze hoek helemaal ingevuld. Je hebt nog één rij over. Die gaan we nu haken. Dus voor rij 25 keer je werk. Rij 25. Dat is één losse, zich om te keren. En je hebt nu de achterkant naar je toe. En dan gaan we weer op die laatste drie steken daar drie vaste samenhaken door de achterste lus. Dus dat is één. Dus, nou, twee gaat even mis. Ik heb daar even meer dan. Zo, de achterste lus. En nummer drie, die moet ik even hier uit. Graven, dat is nummer 3. Allemaal in één keer eraf. Zo. En één losse. Zo. Mag je werk afknippen en dan deze lus doorhalen en dit knoopje een beetje aantrekken. Zo. Je hebt nu de achterkant naar je toe. Keer je werk voordat je weer de voorkant hebt en dan kunnen we weer verder. Vierkantje nummer 3 gaan we nu haken. Je werk ziet er nu zo uit. We gaan nu hier aan de bovenkant, hier gaan we nu een vierkantje haken. Hier bovenop, dus bovenop nummer 1.
Je zult merken dat vanaf nu ga je altijd je laatste rij van het vierkantje, dus bijvoorbeeld deze hier, die drie samengehaakte steek, zal altijd zijn met de achterkant naar je toe. En dan keer je werk altijd, want je gaat altijd weer beginnen met de goede kant naar je toe. Dus daarom is het ook handig om die steekmarkeerder gewoon te laten zitten. Dan kun je altijd zien van nou, wat is de goede kant van je deken. Want eigenlijk, ja, de deken is, ik zal niet zeggen helemaal omkeerbaar. Bijvoorbeeld die rand, die naad hier ziet er wel net iets anders uit. Maar het is wel heel erg vergelijkbaar de voor- en de achterkant. Maar we gaan nu gewoon weer hier verder voor vierkant nummer 3. Voor rij 0 van het derde vierkantje gaan we beginnen met lossen. Ik heb een opzetlus op mijn naald en dan haak je 26 lossen. Het idee hierachter is dat je op deze manier gaan we... En we gaan dus eerst de basisrij haken en dan, daarna haken we het weer vast aan het deken. Ik begin dus even met 26 lossen. 26, zo. 26 lossen, dus een kettingje. En nu gaan we beginnen bij de tweede lossen, een vaste op elke steek. Dus dan krijg je 25 vaste. Dus deze eerste slaan we over, dan kom je naar de tweede, daar gaat een vaste op. Dus dat is 1, dan kom je naar de tweede, 2, 3, is 4. Nou, en zo ga je door, haak je eentje op elke losse, helemaal tot het einde en dan heb je er 25 en dan zie ik je weer even terug. Ik heb hier 25 vaste zo op deze ketting gehaakt en nu gaan we verder hier aan de bovenkant van de vierkant. Wat belangrijk, je hebt de goede kant naar je toe, dus hier zit mijn markeerdertje, goede kant naar je toe. En nu gaan we lekker verder. Begin hier aan deze hoek gaan we beginnen. En dan 26 vaste. En dan eindigen we hier in de hoek waar je hier deze steek reeds op zitten. Dus daar, dat gaatje daar, daar gaan we nummer 26 in haken. Want dan is deze hoek gewoon mooi weggewerkt. Nou, de eerste hier ook weer gewoon kijken, weet je wat lekker uitkomt. Ik steek hem daarin. Dus nummer 1, doe ik hier 2, 3, en gewoon een beetje kijken wat lekker uitkomt. 4, ik ga gewoon deze hele rij met je haken. 5, 6, 7, 8, en gewoon het evenredig verdelen. Er is geen goed en fout hier. 9, 10, 11, dat split mijn draad een beetje, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, ga ik hier 24 haken, dan prop ik hier nog 25 en dan kan ik 26 hier precies hier in die opening, eigenlijk gewoon in die steek waar ik deze heb gedaan, stop ik die erbij voor 26. Dus op die manier is die hoek gewoon straks mooi, ja, lijnt die mooi op. Zo, dus dat zijn er 26 hier en dan nog 25 hier op die losse ketting. Dus dan heb je er weer alle steken die je nodig hebt. Keer je werk voor rij 1. In rij 1, je hebt nu de achterkant naar je toe. We beginnen met 1 losse. Eigenlijk dit is ook weer precies hetzelfde als wat we tot nu toe gedaan hebben. We gaan in de achterste lus van de eerste 24 steken een vaste haken. Dus die losse natuurlijk overslaan, dus ik kom naar de eerste steek. Dus dat is 1, 2, dus in die achterste lus, 3, 4, je haak je 24
vaste. Dus 5, 6. Dan zie ik je terug wanneer je er 24 hebt. Zo, ik heb net 24 vaste hier gehaakt door de achterste lus. En nu zal je niks verbazen, gaan we over de volgende 3 steken en 3 vaste samen gehaakt maken. Weer door de achterste lussen. Dus de volgende steek een lus ophalen. De tweede steek een lus ophalen. En de derde steek achter, allemaal achterste lussen. Een lus ophalen. Allemaal eraf. Deze samengehaakte steek krijgt weer een markeerdertje, zodat we hem makkelijk kunnen vinden in de volgende rij. De volgende steken, het zijn er 24 tot op het einde hier, een vaste in de achterste lus van elke steek tot op het einde. Dus dan maak je er weer 24. Nou, ik heb er nu 3 gemaakt. Doe je ook de rest. Dan zie ik je hier op het einde weer terug. Ik heb ze allemaal gehaakt en vooral die laatste wist er ook zeker van dat je hem ook echt meepakt, dat je die laatste steek goed ziet. Allemaal gedaan, keer je werk voor de volgende rij. Rij 2 is hetzelfde als iedere rij 2 tot nu toe, maar ik laat hem je gewoon weer even snel zien. 1 losse. En nu gaan we weer aan de achterste lussen en vaste haken. Dus natuurlijk niet in die losse, maar in de eerste steek beginnen we. En dan haak je een vaste in elke steek in de achterste lus. Totdat er 1 steekje over is voor de gemarkeerde 3 samengehaakte steek van de vorige rij. En dan gaan we weer een hoek maken. Dus voor nu gaan we weer zo door. Haak een vaste op elke steek door de achterste lus. En dan zie ik je zo terug. Ik heb hier die hele rij met vaste gehaakt. Dus deze hier allemaal gedaan. En nu is er nog 1 steek over. En dan kom je bij de gemarkeerde steek. Nu gaan we weer zo'n 3 vaste samen haken doen. Ik haal even de markeerder weg. Dus hier over de volgende steek een lus ophalen. De tweede steek een lus ophalen. En de derde steek een lus ophalen. Allemaal door de achterste lus. 1 keer afhalen. Plaats de markeerder weer terug. Zo. En nu gaan we weer verder hier. En op de achterste lus van al die vaste haken we weer een vaste. 1. Dit is dan 2. En ga gewoon door tot je op het einde bent. Ook weer, wees zeker dat hij die laatste ook goed pakt. Dat hij niet per ongeluk onder de keerlossen verstopt zit. Dus ga zo door, helemaal hier tot op de laatste steek. Je gaat nu voor rij 3 eigenlijk wat je tot nu in rij 2 hebt gedaan weer herhalen. Dus precies zoals voorheen. Dus herhaal rij 2 en dan vul je weer deze, het is hier een beetje gedraaid, maar dan vul je hier deze vierkant in. En hier bij de punt, daar zie ik je dan weer terug. Wanneer je deze 24 rijen gedaan hebt, dan ziet je werk er zo uit. Je bent bijna bovenaan, je hebt hier eigenlijk nog 1 rijtje over dat nog moet gebeuren. Maar je bent er dus bijna, dus ik ga nu even inzoomen om je dit te laten zien. Maar je ziet hier dat je hier nu bijna dit vierkantje hier af hebt. Rij 25, dat is 1 losse, zich om te keren. En je hebt nu de achterkant naar je toe. En dan gaan we weer op die laatste 3 steken daar 3 vaste samen haken door de achterste lus. Dus dat is 1, dus 2, gaat even mis, ik heb daar even meer dan, zo, de achterste lus. En nummer 3, die moet ik even hier uitgraven. Dat is nummer 3. Allemaal in 1 keer eraf. Zo. En 1 losse.
mag je werk afknippen en dan deze lus doorhalen en dit knoopje een beetje aantrekken. Zo. Je hebt nu de achterkant naar je toe, keer je werk voordat je weer de voorkant hebt en dan kunnen we weer verder. Je hebt nu de eerste 3 vierkantjes gehaakt, je moet nu nummer 4 doen en nummer 4 is eigenlijk ja, hierboven, dus hier bovenop ga je nu weer vierkantje nummer 4 haken. En dat is precies hetzelfde als vierkantje nummer 3. Dus hierbovenop herhaal alles wat je gedaan hebt voor vierkantje nummer 3, herhaal dat voor nummer 4. En wanneer je er dus nog, nog zo'n vierkantje aan hebt gezet, ziet je werk er zo uit. Heb je echt zo'n verlengde stuk in één richting. En ik zal nog even inzoomen, kun je deze naad even wat beter zien. Zo, nu even inzoomen, kijk je hoe de naad er precies uitziet. Je ziet, ik heb hier weer 26 steken opgehaald. Kun je ook een beetje zien waar ik ze heb opgehaald. En hier heb je nog je uiteinde van de draad, dus hier zaten er 25 vaste. Nou, deze draad laat ik nog even zitten. Die ga ik dus eigenlijk pas wegwerken nadat ik de rand heb gedaan. Want dan kan ik voorkomen dat hier allemaal gaten vallen. Nou, want dan kan ik die draad gebruiken om een eventueel gaatje even een beetje dicht te maken. Maar je kunt zien, als je deze draad straks hier deze kant op insteekt, dan valt dit gaatje dat hier is, die gaat dan eigenlijk vanzelf weer wegvallen. Dus voor nu, zo ga je dus door met kantje, vierkantje 4. En als je deze af hebt, doen we vierkantje 5. Voor vierkantje nummer 5 gaan we hier een vierkantje haken. We gaan dus langs deze zijkant allemaal steken werken. Dus daar gaan we allemaal vast zetten. En dan aan deze zijkant, dus hier langs. Dus hier en hier. Hier. Dus op deze manier gaan we dan weer 51 steken opzetten om weer verder te kunnen gaan. Dus ik ga inzoomen hier op deze hoek, zodat we langs deze zijkant verder kunnen gaan. Rij 0 van vierkantje 5. Je hebt de goede kant naar je toe, dus hier zit de steekmarkeerder. Dus dan kan ik even weten dat dit de goede kant is. En dan gaan we hier in die bovenste hoek beginnen. Ik heb mijn werk natuurlijk nu gewoon iets gedraaid. En we gaan beginnen hier in die samengehaakte steek, dat is eigenlijk onze hoek, ons begin. En je ziet, hier zit reeds een steekje van de vorige vierkant. Nou, dat is toevallig, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar daar gaan we dus beginnen, gewoon omdat daar reeds een steek zit. Dus hier, precies op die hoek, steek ik in en we beginnen met een staande vast. Dus ik heb een lus op mijn naald. En dan zo haken we een staand vaste. Nu heb je 1 vaste. We hebben er nog 25 nodig. Dus tussen waar we nu zijn en hier echt het uiteinde van dit vierkantje, gaan we 25 haken. We gaan alleen maar in de rode vierkant haken, dus niet hier in de roze. Er is nog 25 erbij. Nou, en die kun je dus ook weer evenredig verdelen, net waar jij vindt dat ze mooi uitkomen. Dus dat is 1, 2, 3. 4. Ik ga gewoon deze hele zijkant aan je laten zien. 4 en dit is 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Zo, nu heb ik er dus al 20. Bijgehaakt. Nou, moet er nog 5. Dus dat is 1, 2, 3, 4. En dan de allerlaatste, nummer 5, 25. Ga ik echt hier aan helemaal onderaan van dit rode vierkant doen. Dus helemaal onderaan. Dus hier zie je eigenlijk de eerste rij. Daar ga ik hem dus eigenlijk nog haast onder zetten. Daar.
Zo. En dat is dan nummer 25. Dit doe ik zodat de kans op een gaatje zo klein mogelijk is. Nou, ik heb nu 26 aan in totaal aan deze zijkant, dus die staande plus 25. En nu ga ik mijn werk draaien, zodat ik hier aan deze zijkant hier verder kan gaan. Dus zeg, we gaan niet in deze roze vierkant haken, maar alleen hier langs de zijkant hier, dus van deze rode. En hier moeten we 25 vaste doen. Nou, om te zorgen dat je kans op gaatjes zo klein mogelijk zijn, werk op je volgende steek net iets strakker. En ook gewoon meteen hier in de eerste rij. Dus daar doe ik dan nummer 1. Zo, dat is 1. Dan zie je 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Nog een paar te gaan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19, 20. Nou, nog 5 steekjes over. 1, 2, hier zo 3. Dan ga ik de 4e hier zetten. En dan de allerlaatste weer in die, eigenlijk echt in het midden van die 3 samengehaakte steek. Echt daarin proppen. Zo. Zodat ik weer echt die hoek ja, goed pak. Dan heb je hier nu 25 vaste. En hier langs deze kant heb je er 26. Op dit moment kun je je werk keren voor rij 1. Rij 1. Deze rij is heel. Ja, is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als wat we al eerder gedaan hebben. Maar ik laat hem je toch even zien. Je hebt nu de achterkant naar je toe. Beginnen met 1 losse en op de eerste 25 steken in de achterste lus, dus je moet je werk echt wel een beetje naar je toe draaien, die achterste lus een vaste. De eerste 24 steken. Dus dat daar is nummer 1. En dit hier is, zo, is 2, 3. En ga nou zo door tot je er 24 hebt. Ik ga even een kleine sprong in de video maken, want dit heb je op zich al eerder gedaan. Nou, ik heb er nu 4, ik doe er nog 20 bij en dan zie ik je terug. Ik ben nu aan het eind van de rij, ik heb er hier 24 gedaan. Nu, eigenlijk aan het eind van de rij, eind van die eerste zijkant. Je bent nu eigenlijk een beetje hier bij die hoek aangekomen. En nu moet je op de achterste lussen van de volgende 3 steken, 3 vaste samenhaken. Dus de eerste is... En zo, dus dat is 1 en dan 2 en dan 3. 4 lussen op je naald, die gaan er 1 keer af. Zet weer even een markeerder in deze steek, want deze gaan we, ja, dat is van weer de hoek en dat is gewoon makkelijker als je die kunt vinden op de volgende rij. En voor de rest van deze rij moet je nu op de achterste lus een vaste haken tot op het einde. En dat zijn er nog 24. Dus weer je werk een beetje kantelen, dat je het goed kunt zien. Dat is 1. 2. Nou, dan ga ik dus zo door, gewoon weer 24 in totaal. Dus werk gewoon door tot op het einde van de rij. Tot hier, die laatste steek. En dan kun je werk keren voor de volgende rij. Rij 2. Deze rij 2 is precies hetzelfde als alle voorgaande rijen 2 die we gemaakt hebben. Maar ik laat je even snel zien. We beginnen weer met een losse. En nu in de achterste lus van alle vaste, totdat je er nog 1 vaste over hebt voor de gemarkeerde hoek, haak je een vaste. Dus achterste lus,
eerste steek, dus je slaat die losse over, kom je naar de eerste steek. Dus 1 en de volgende hier is 2, 3 en zo ga je door tot je nog 1 steek over hebt voor die hoek. Dus ik maak weer even een sprong in de video en zie ik je zo meteen hier terug. Ik heb nu al die vaste gehaakt, zo langs deze zijkant. En ik heb nu 1 steek over en dan weer de gemarkeerde hoeksteek. Ik pak deze markeerder er even uit. En nu over de volgende 3 steken 3 vaste samen haken door de achterste lus. Dus dat is 1, 2, 3 en allemaal eraf. Zo. Zet de markeerder er weer in die 3 samengehaakte steken. En nu gaan we op alle volgende steken verder tot op het einde en vaste in elke steek achterste lus. 1, 2, 3, 4, 5. Maar dan ga je zo door tot op het einde. Dan kun je natuurlijk keren voor rij 3. Zo ziet je werk er nu uit. Je hebt hier dus rij 2 net gedaan. Voor rij 3 en 4 en 5 en verder ga je dus rij 2 herhalen. En dan ga je dus in het proces ga je deze hoek weer opvullen. Net zoals je met alle voorgaande driehoekjes, of vierkantjes moet ik zeggen, gedaan hebt. Dus ga zo door. Dan zie ik je hier terug voor rij 25. Dus voor nu herhaal rij 2, dus totdat je 24 rijen hebt gedaan. Rij 25 heb je er waarschijnlijk niet eens voor nodig, maar ik laat hem toch gewoon even zien. Wanneer je 24 rijen hebt gehaakt, ziet je werk er zo uit. Je kunt zien hoe je helemaal deze hoek hier hebt ingevuld. We hebben nog 1 rijtje over, dus ik ga even inzoomen en laat ik die nog even zien. Rij 25, die hebben we nog te doen. Weer 1 losse. En dan, nou ja, je hebt 3 steken over, 3 vaste samengehaakt. Dus hier, dat is 1, 2, ja, en die laatste die dan toch vaak een beetje verstopt zit, daar zit er nog eentje. Zo. Dus 3, en allemaal eraf. 1 losse, om het eigenlijk allemaal bij elkaar te brengen. Dan mag je draad afknippen en je draad doorhalen. En dan trek je dit een beetje strak. Zo, dan ben je klaar met vierkantje 5. Zo ziet je werk er nu uit. We gaan nu vierkantje nummer 6 haken. En die komt hier naast vierkantje nummer 2. Dus hiernaast. En dit is ook precies een herhaling van vierkantje nummer 2. Dus voor vierkantje 6 herhaal vierkant 2. Als je vierkantje nummer 6 af hebt, ziet je werk er zo uit. Je hebt deze erbij nu. En ja, nu kun je eigenlijk gewoon doorgaan. Je gaat nu door. Je hebt nu de eerste 6, je gaat nu nummer 7 doen. En dan weer, dus nummer 7 komt dan weer hier aan vast. En nummer 8, en nummer 9, en nummer 10. En zo ga je dus diagonaal door die vierkantjes heen. Je gaat er 117 maken in totaal. En ieder vierkantje is of een herhaling van vierkantje 2, dat is dus deze. Dus die heeft dan 1 zijkant en 1 waar je losse opzet. Of vierkantje nummer 3, zoals deze hier, heeft dus hier een zijkant en hier dan een losse ketting. Of vierkantje nummer 5, dat is deze, waar je dus 2 zijkanten hebt. Dus ieder vierkantje is of een herhaling van 2, 3 of 5. Ga dus zo door. Ik ga op dit proeflapje ga ik er nog 3 bij doen. Dus ik ga eigenlijk deze diagonaal opvullen en dan hier nog de hoek. Dan heb ik er 3 bij 3. En dan ga ik dit gebruiken om je de rand te laten zien. Maar voor nu ga jij gewoon lekker door en haak 117 vierkantjes. Nou, ik heb nu mijn mini dekentje klaar. Dus ik heb mijn 3 bij 3 vierkantjes af.
En nu gaan we verder met de rand. Maar voordat we daar zijn, even kijken naar wat je deken doet. Je zult merken, de diagonalen hier, die zijn eigenlijk aan het vouwen. Zie je? Deze randen zo. Maak je hier geen zorgen om. Als je je deken opspant op het einde, dan ga je dit weer helemaal open trekken. Dus zie je, als ik dit zo even doe, zie je al van, oh kijk eens hoeveel groter hij wordt. Dus dit maak je hier geen zorgen om. Dit hoort gewoon een beetje bij het patroon. Dat ga je straks met opspannen, dan gaat het helemaal weg. Want dan gaat het mooi, hè, mooi open en strak staan. Voor nu gaan we dus verder met de rand. Om de rand te maken gaan we beginnen bij het vierkantje waar we geëindigd zijn. Dus voor mij is dit vierkantje nummer 9. Voor jou is het vierkantje nummer 117. Je gaat dus helemaal inzoomen hier. En hier waar we geëindigd zijn, daar gaan we verder met de rand. Voor rij 0 van de rand gaan we dus beginnen met een opzetlus op je naald. En we gaan hier aan de zijkant van die 3 samengehaakte steek gaan we een staande vaste haken. En dit is eigenlijk gewoon precies zoals je tot nu toe ook bent omgegaan met deze 3 samengehaakte steek. Gewoon ergens in het midden steek je haaknaald erin voor de eerste staande vaste. Zo. Nu in diezelfde ruimte steek waar je dus nu die eerste vaste hebt gehaakt, haak er nog 2 bij. Dus dat is 1. Oh, wacht, mijn haaknaald haakt net ergens. Zo, en 2. Zo. Dan heb je daar in dat hoekje 3 vaste zitten. De middelste van die 3, dat is de hoek van de deken als geheel. Nou, stop daar even een markeerdertje in. Want we gaan straks helemaal rond en dan is het gewoon, ja, moet je echt zo goed kijken om het terug te zien. Dus stop daar even een markeerdertje in. Dan zie je hem daarna, ja, vind je hem gewoon veel makkelijker terug. Dus hier, dus deze 3 heb ik de middelste gemarkeerd. Nou, nu gaan we verder. Hier aan de zijkant, van elk vierkantje, ga je 25 vaste haken. Dus bij mij zit hier de roze en dan de rode. Nou, 25 evenredig gespacheerd. En het komt weer niet heel precies waar je ze zet, gewoon wat voor jou mooi uitkomt. Dit is voor mij 1, 2, 3, 4 en zo ga ik door tot ik er 25 heb. En dan ben ik ongeveer hier. Ik zie jou hier terug, dus ik heb er nu 4 gedaan, ik ga er nog een aantal doen. Dus ik zie je hier terug, dan kan ik even de overstap naar de volgende vierkant laten zien. Ik heb nu 23 vaste gehaakt. Dus ik ben er nog niet helemaal. Nog 2 bij doen. Dan ga ik hier nummer 24 doen. En hier 25. Zo. Nu heb ik het eerste vierkantje klaar. En nu ga ik dit wat ik hier heb gedaan dus herhalen op alle volgende vierkantjes. Dus ook de volgende, weer aan de zijkant hier 25 vaste. En ook weer, het komt niet heel nauw waar je ze zet. Ik ga hem, hier ga ik de eerste pakken. 1, dan is dit hier 2, deze hier is 3. En zo ga ik nu door, dus ik haak er 25. Ik ga dit vierkantje en dan 25 tot op de volgende, totdat je bij de hoek van de deken bent. En voor mij is dat dan wat sneller dan voor jou. Dus hier bij de hoek, daar zie ik je weer terug. Dus we gaan voor nu 25 vaste aan de zijkant van elk vierkantje haken. Ik ben nu helemaal bij het eerstvolgende hoek aangekomen. Ik heb hier aan de zijkant allemaal 25 vaste gehaakt. En nu ben ik dus hier bij de eerstvolgende hoek. En op deze hoek van de deken gaan we 3 vaste haken. Je zit hier nu toevallig aan het einde, dus dit is hier een basisketting, dus de losse waarin we begonnen zijn. Maar iedere hoek ziet er natuurlijk weer iets anders uit, want ja, net welk zijkantje je te pakken hebt. Maar in de hoek, dus kijk even wat makkelijk uitkomt voor je, werk 3 vaste. Dus dat is 1, 2, 3.
2, 3. Zo, 3 vaste. De middelste van die 3, dat is weer de hoek van de deken. Dus stop daar weer een markeerder in. Dus in de middelste van die 3. Zo. En nu kun je werk een beetje draaien. En nu ga je langs deze zijkant 25 vaste haken. En dan de volgende vierkant 25 vaste en de volgende. Weer totdat je bij de eerstvolgende grote hoek van de deken bent. Dat is in dit geval hier. En dit is het allereerste vierkantje dat we gemaakt hebben. Dus die hoek ziet er hier weer iets anders uit. Maar hier, daar in die hoek, probeer die hoek goed te vangen. Werk je 3 vaste. En het is echt geen drama als het net eentje naar links of eentje naar rechts zit. Hè? Maar dus hier ongeveer 3 vaste. En dan ga je weer hier verder. 25 vaste langs de zijkant. Dus zo ga je helemaal rond. En soms werk je in de, zeg maar hier, zoals hier, werk je echt in de onderkant van een losse ketting. Dus dan kun je gewoon makkelijk gewoon eentje per steek doen. Maar zorg dat je er 25 hebt, niet dat je toevallig net eentje meer of minder doet. En dan ga je helemaal rond. En dan zo ga je dus door tot je weer bij de eerstvolgende hoek bent. En dan ga je weer rond tot op het einde. En dan zie ik je terug voor de sluiting. Nou, ik ben helemaal rond. Ik ben weer terug bij het begin. Ik heb hier al die vaste gehaakt aan de zijkant. Dus hier al die vierkantjes en 3 in de hoeken overal. Nou, nu ben ik weer terug bij het begin. En dan gaan we in de allereerste steek, dat is die staande vaste. Dus daar is die staande vaste. Daar gaan we insluiten met een halve vaste. Dus daar in die steek sluit met een halve vaste. Zo. En nu gaan we 1 positie opschuiven, dus naar de hoeksteek met een halve vaste, naar de gemarkeerde steek. Zo. Op dit moment keer je werk zodat je de achterkant naar je toe hebt. Dan rij je 1 van de rand. We gaan nu deze rij gaan we telkens weer herhalen. We beginnen met 1 losse. Deze telt niet als een steek. En dan in die gemarkeerde hoeksteek daar gaan we 3 vaste haken. Ik haal die markeerder even weg, want dat is makkelijker. Die heb ik ook zo weer nodig. Dan in die gemarkeerde steek, dat is eigenlijk dat gaatje daar, 3 vaste. Dus dat is 1, 2 en 3. Zo, 3 vaste. En de middelste van deze 3, dus dat is de tweede, zet daar weer je markeerder in. Zo. Nu gaan we verder hier aan de zijkant. En ga je op de achterste lus van elke steek een vaste haken. Nou, denk dus dat die eerste 2 steken, dat zijn steken waar die halve vaste in zitten. Nou, is het eigenlijk het makkelijkst als je gewoon in die halve vaste werkt en niet in de steek dat daaronder weer zit. Dus die eerste 2 zijn wat meer gepiel. Dus hier zit er eentje en daar zit er eentje. Dus pak deze eerste hier. Dus door de achterste lus. En zij zegt deze eerste 2 zijn echt wat meer gedoe. En ja. Oké. Okay. Zo, daar heb ik hem. Dus zegt die zijn gewoon wat lastiger. En dan de volgende hier. Oh, is dan deze. Die zie je wat makkelijker. Die eerste die is echt een beetje verstopt door de hoek die je net gemaakt hebt. Maar dat zijn doorgaans vrij strakke steken. Want ja, halve vaste zijn ook gewoon wat strakker. Zo, dat waren de eerste 2. En nu gaat het makkelijker. Nu door de achterste lus van al jouw vaste haak je een vaste. En dit is lekker ontspannend haken nu. Ga gewoon zo door tot je bij de volgende hoek bent. En dan laat je weer de hoek zien. Dus je hebt nu, als het goed is, 4 markeerders in je deken zitten. Eentje op elke hoek. Dus ga door tot je bij de volgende gemarkeerde hoeksteek bent. Ik ben helemaal aan het einde van de eerste zijkant. En nu ben ik bij de eerstvolgende hoek aangekomen. En hier zit mijn gemarkeerde hoeksteek. Ik haal het markeerdertje even uit. Dat is makkelijker.
Nou, in deze hoeksteek gaan we 3 vaste haken. En wat is belangrijk, ze gaan door allebei de lussen. Dus door de hele steek. Dus gewoon normaal 3 vaste haken. Dus hier, dit is 1. En dan 2. Oh, hier zit een lusje. Dat is even iets niet helemaal mooi. Daar had ik mijn draad niet goed op mijn naald zitten. Zo, die pakken we even nog een keer. Dus dit is hier. 1, 2, zo. 3 vaste door beide lussen, dus door de hele steek. En nu weer de tweede van die 3. Stop daar de markeerder in terug, want dat is je nieuwe hoek. De reden om door beide lussen te haken is zodat de hoek wat steviger wordt. Hoeken, daar trek je toch het meest aan als je een deken vast hebt. Dus dat maakt de hoek net wat steviger. Nou, en nu ga je weer verder. Dus op de volgende zijkant weer door de achterste lus, hier door die achterste lus, op elke steek een vaste. En dit is nu ook wat makkelijker, want je hebt nu niet meer die halve vaste die het daar in het begin voor wat gedoe zorgen. Gewoon op de achterste lus van elke steek haak je een vaste. En wanneer je bij de hoek komt, haak je door de hele hoeksteek, dus door allebei de lussen, 3 vaste. Zo ga je helemaal rond en wanneer je bij het begin bent, dan zie ik je even terug. Ik ben net helemaal rond, net die laatste steek daar gehaakt op de achterste lus. En hier is het hoekje waar we mee begonnen zijn. Nou, op de eerste steek gaan we sluiten met een halve vaste. Dus hieronder zijn een losse, nou, die zijn we toch kwijt, die zie je niet meer. Maar dat is de eerste steek en we gaan door beide lussen, dus echt door de hele steek, een vaste haken. Of een halve vaste moet ik zeggen, sorry, een halve vaste. Dus zodat je zo bij de lussen. En dan maken we een halve vaste. Zo, dat is 1. En we gaan nu ook weer met een halve vaste naar de hoek. Dus deze met de gemarkeerde, met de steekmarkeerde erin. Dus ook weer hier een halve vaste zo, naar de hoek. Dat is het eind van deze toer. Keer je werk voor de volgende toer. Zo ziet je werk er nu uit. Het van jou is natuurlijk wat groter, maar het idee is wel hetzelfde. En toer 1, die ga je nu herhalen. Dus dat is eigenlijk het kleine randje dat ik hier nu heb. Die ga je dus herhalen tot je een hele brede rand hebt. Dus als je met dezelfde draadspanning werkt als ik, dan zal je kunnen werken dat je tenminste 14 toeren hebt. Maar als je minder garen hebt, dan stop je gewoon wat eerder. En als je meer garen hebt, dan maak je gewoon nog een toer of 2 erbij. Punt is, je gaat nu gewoon lekker doorhaken. Herhaal dus die toer keer na iedere rij, zodat je nog steeds in de achterste lus werkt. Want dan krijg je nog steeds dit mooie richeltje dat je nu in de vierkantjes hebt. Die komt dan ook in de rand. Dus blijven keren, werk op de achterste lus. En herhaal toer 1 totdat je 14 toeren hebt. En wanneer je alle toeren van de rand hebt gemaakt, ziet je werk er ongeveer zo uit. Je hebt een mooie brede rand om je werk zitten. Het enige wat je nu nog moet doen is de onzichtbare sluiting aan het einde van de laatste toer. Ik ben nu helemaal rond, dus aan het einde van de laatste toer. En wat je nu nog moet doen is deze mooi afhechten en het maar afronden met een onzichtbare sluiting. Daarvoor knip je je draad af. Dat heb ik reeds gedaan. En dan, als je die laatste steek hebt gemaakt, hecht je af. Dus je trekt gewoon die draad door je laatste vaste. Uiteinde even op een naald zetten. Zo. We gaan nu een onzichtbare sluiting maken door de gemarkeerde steek. En dan vormt hij eigenlijk een nieuw steekje bovenop de eerste steek die er reeds is. Dus een naald gaan van voor naar achteren door de gemarkeerde steek. Zo, en dan trek je hem een beetje aan, maar we gaan hem straks gewoon mooi fatsoeneren. Nu kom je terug naar de laatste steek die je gehaakt hebt. Dan steek je een naald van boven naar beneden door die steek. Een beetje zo half schuin naar achteren. Je kunt eventueel hierachter nog een steekje meepakken. Dan zit hij een beetje mooi vast. Zo, en dan trek je hem door. Deze 2 lussen, die zorg ik nu echt dat ze bovenop liggen.
En nu draag ik mijn draad strak totdat de steken even groot zijn als links en rechts ervan. Dus je ziet gewoon zo een beetje friemelen tot ze mooi even groot zijn als links en rechts. Zo. En nu is die steek helemaal onzichtbaar. Nu zie je niet meer van, oh, daar heb ik aangehecht. Je kunt nu de rest van je draadje wegwerken en dan ben je klaar. Aan de achterkant van je deken ga je nu allerlei, ja, allemaal draadjes hebben zitten. En het zou kunnen dat je op de hoeken, zeg maar tussen verschillende vierkantjes, een klein gaatje hebt. Bijvoorbeeld als je hier even van de voorkant kijkt, zie je van, daar zit eigenlijk, hier zit gewoon een gaatje. Nou, gebruik je draadjes, deze draadjes, om deze gaatjes dicht te maken. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Dus ik ga deze even op mijn naald zetten. En dan zal ik ook even inzoomen, dat je gewoon net iets beter kunt zien wat ik aan het doen ben. Anders staat het ook allemaal zo ver weg. Het idee is dus dat je eigenlijk oversteekt naar het vierkantje ernaast en op deze manier eigenlijk dit gaatje dichtmaakt. Jouw kleuren gaan ook veel dichter bij elkaar zijn dan die van mij, dus dan zie je echt niet dat je dit aan het doen bent. Dus ik ga eigenlijk even oversteken naar de andere kant. Dus ik pak even hier een lusje. Kijk, op het moment dat ik dit doe, zie je eigenlijk al trek je die twee naar elkaar toe. En ik steek hem hier even doorheen. Dus even kijken waar het goed uitkomt. Waar je een lusje kunt pakken. Hier. En nu ga ik terug naar het eerste vierkantje. Zo. Kijk, en in dit proces, en ik trek het een beetje aan. Nu heb ik dit gaatje al gedicht. Als je hier van de voorkant kijkt, zie je, nu is dat gaatje helemaal weg. En dit is ook gewoon wat je wilt doen met alle hoekjes. Dus gewoon echt zorgen dat je daar geen gaatjes hebt. Dat is best wel zonde van je mooie deken. En dan ga je deze draad gewoon wegwerken. Ik steek hem altijd een keer of twee, drie terug. Dan nog een keer. Zo. Nou, en dan is die klaar. Dus nu kan ik deze netjes afknippen. Nou, en dat was dus één hoekje. En nu heb je er, ja, best wel veel van deze hoekjes. Dus neem even de tijd om al jouw draadjes overal weg te werken. Even een paar woorden over je deken nu en het opspannen ervan. Je zult merken dat je echt van die, ja, van die vouwen in je deken hebt. Het is eigenlijk ook van al die drie samengehaakte steken. Het lopen van diagonale lijnen over je deken heen. Dus om dit weg te pakken, moet je je deken opspannen. Nou, ik wil je adviseren om hem nat op te spannen. Dus dat betekent dat je hem helemaal onderdompelt in water. Dan al het water wat te veel is, eruit knijpt. Je kunt hem ook op een lichte stand centrifugeren. En dan ga je hem opspannen. En dan, je kunt al zien, als ik deze vierkant hier, je kunt zien hoeveel rek erin zit. Dus dan ga je hem mooi vierkant opspannen. En dan in dat proces zal ook deze vouw dat je hier hebt, die ga je dan eigenlijk ook eruit halen. En je deken, als ik hier even gewoon een beetje aan trek, zo geef je het al een beetje gevoel. Kijk, dan wordt je deken ook aanzienlijk groter dan wat hij nu is. Dus het is heel veel dat opgekrompen wat je nu hebt, dat wil je eigenlijk eruit halen. Dus neem de tijd om je deken goed op te spannen. Je zult ook best wel veel spelden nodig hebben. Ik zal je ook laten zien hoe dit kleine lapje eruit ziet na het opspannen. Na het opspannen ziet mijn proefdekentje er zo uit. Je ziet die vouwen die we hadden en die bobbels en zo, die zijn allemaal weg. Dus hij ligt er echt goed plat bij. Dus de hoeken zijn recht, de naden zijn recht. Ja, ze zeggen hij is ook wat groter geworden. Die heb ik ook een beetje kunnen optrekken. Dus al met al ziet het er nu veel beter uit dan hiervoor. Nou, na het blokken ben je klaar, dus het brengt ons ook aan het eind van deze video. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik hoop je terug te zien voor een nieuw project.